Welkom. Wat gaan we doen? We zitten midden in de coronacrisis en wij hebben een oplossing bedacht om uit onze problemen te komen, maar hopelijk ook uit die van jullie. We gaan een thuismaaltijd maken en dit is een korte instructiefilm over hoe we dat gaan doen. Ik ga het niet alleen doen, ik doe het samen met Bengt. Ja, Bengt. Voilà. Een kokende pan met water heb je als het goed is wel opstaan. Kokende pan. Je oven staat als het goed is wel aan. Op 150 graden, dat klopt. Wat staat die? Dan moet je nu je confietjes in doen. Het moet niet echt kokend heet zijn. Gewoon warm. Je moet wel wat meer naar mij kijken als je praat. Anders praat je echt tegen de muur. Ja, dat is goed. Dus wat ben je nou aan het doen? Ja, ik ben gewoon die bouten, ben ik. We zijn de bouten warm aan het maken. Ja. En dadelijk gaan we ze alleen op de velkant bakken. En alleen op de velkant alleen. Want op de andere kant dan bakt het vet eruit. En dat moet juist niet. Dat is juist heel lekker. Dan wordt het droog. Als dat eenmaal aan de gang is, kunnen we over naar stap 2. Een ingevette bakplaat. Die moet je klaar hebben. Ja. Deze. En dan moet je dan de stukjes aardappeltaart die je hebt gekregen. Die moet je dan opleggen. En die kan je dan alvast in de oven schuiven. Kijk, de jus moet je ook in een pannetje hebben. Als die kookt is hij goed, maar soms als hij te lang verwarmd wordt, dan als je timing niet helemaal klopt, moet je hem soms wat water erbij gebruiken om hem aan te leggen. Ja, dan kan je eigenlijk weer wat gaan drinken, want de confietjes die worden warm, de saus die verwarmt ook langzaam, de aardappelletjes, de taartje dat zit in de oven. En dit gerecht, ik zou toch, ja. Oh heet die? Georges Brassin. Deze is een heel goede kippen met warmbeek. En waar is de saus van? Tiemoetpeper, rode port, een beetje brandy en eendenjus en kaneel. Proeven? Ja. Ah, dat is heet. Mooi. Dat is wel heel lekker. Het korreltje kunnen naar oven. Even hebben. Het duurt wel even voordat het warm wordt, omdat er weinig lucht tussen kan. Zo. Open knippen. Volgende stap. Zet je pan op een laag vuur. Een klein beetje olie. Confietjes op de huidkant. Maar wat is de huidkant? De huidkant is die wat lichtere kant. Dan laat je die heel lang uitbakken, tot ze gekant zijn. Ik hoop dat jullie net zoveel plezier hebben als wij in het koken natuurlijk. De vier is goed. Kijk, hij is mooi krokant hier aan deze kant. Goudbruin. En lekker warm. Alle spullen zijn hier klaar. Dit was hem, dames en heren. Eerste kookvideo voor deze coronaweken. Oud Paulo, eet smakelijk. Alsjeblieft. Oh, fantastisch jongens.